Jaren gingen voorbij. Het viel iedereen op dat er in Twente steeds meer sprake was van geweld en diefstal. Bij boeren verdwenen plots een paar kippen. Reizigers werden, na een avondje plempen in de lokale taverne, wakker met een bult op het achterhoofd en knallende koppijn. Ook waren hun buidels leeg. Wat erger was, steeds meer mensen, vooral handelaren uit alle windstreken, verdwenen spoorloos. Een stoffenverkoper uit Tilburg, twee slagers uit Delden, een jeneverstoker uit Schiedam en nog meer van dat slag. De bosjagers van Twente zaten met de handen in het haar. Toen Jannes een jaar of 15 was, kwamen hij en zijn vader steeds vaker laat in de avond thuis, riekend naar de drank. Dan wist Arne dat ze weer in het dorp naar de taverne waren geweest. Kleine Gerrit ergerde zich hier mateloos aan. Op één zo'n avond, toen Klaas en Jannes net hun zoveelste pot bier hadden besteld in de taverne, was Klaas in een dronken discussie geraakt met de plaatselijke schoenmaker. Een man die hij nog uit zijn kindertijd in Bentelo kende. Waarover die discussie ging, is in de vergetelheid geraakt, maar waar het op uitliep was niet fraai. De man maakte Klaas uit voor luie hond, niksnut en armoedzaaier. En hij kon daarbij rekenen op bijstand van zijn beschonken kameraden, die Klaas smakelijk uitlachten. Ik zou nooit vergeten uit welk gat jij gekropen bent. Ga toch terug naar waar je vandaan komt. Bij je armzalige hutje Klaas. Hutje Klaas. Oh, hutje Klaas wordt boos. Scheer je weg, ja, hutje Klaas. Ja, doe het toch weer op naar Bentelo. Jannes keek dit alles in stilte aan. Terwijl zijn toorn van binnen groeide en zijn gelaat steeds roder werd. Hij had bijna uitgehaald naar de spottende menigte toen zijn vader zijn grote hand op zijn schouder legde. Die krijgt zijn loon nog wel, jochie. Wij zijn hier weg. Diezelfde avond naderde het duo met luid geklaag en gescheld de voordeur van hun huis. Met hun trots gekrenkt en hun woede aangewakkerd. Kleine Gerrit had hun in de verte horen komen aanlallen en had zich wijselijk al in bed gelegd om te doen alsof hij sliep. Het beschonken tweetal trapte zowat de deur in bij het binnenkomen van hun woning. Arne zat aan tafel. Met tegenover haar een man. Klaas en Jannes verstomden bij het zien van zijn gezicht. Het was een gezicht dat ze al geruime tijd niet meer hadden gezien. Het was de neef van Arne. Zijn naam was Pompen Hendrik. Wat doet hij hier? Hallo Klaas. Groot genoegen om jou ook weer wat eens. Wat moet je? Klaas, hij komt helpen. We moeten praten. We hebben zijn hulp niet meer nodig. We redden het prima. Luister alsjeblieft even Klaas. Ik kom alleen maar even om te praten. Arne heeft me verteld dat jullie misschien het verkeerde pad opgegaan zijn. En ik ben er alleen maar even het verkeerde pad? Jij bent hier degene die het verkeerde pad op aan het gaan is, vriend. Ik ben hier om er tenminste even over te praten en het een en ander even op te helpen. Ah, je komt hier weer de grote held uithangen, hè? Je komt hier om te laten zien hoe slim je bent, hè? Dacht je dat wij daar behoefte aan hadden, klein onderkruipsel? Geef me één reden om je niet meteen het huis uit te gooien. Je hebt gedronken. Jij uit je mond. Ben je van Gods pad afgedwaald, domkop? Heb je Jannes meegesleurd in je zondig bestaan? Laat het maar, Hendrik. Ga maar naar huis. Als het waar is wat Arne zegt, wat hè? Wat zegt Arne dan? Nou, als jij dat op je geweten hebt, dan ben je nog minder dan niks, wist je dat? Dan ben je het leven zelf niet waard. Op dat moment hoorde Pompen Hendrik een woest gebrul achter zich. En toen hij zich omdraaide, zag hij Jannes, die een hakbijl omhoog hief. Hij sloeg en spleet de schedel van de arme man in twee. Het bleef lange tijd stil. Jannes zocht de blik van zijn vader. Maar die bleef met lege ogen staren naar het levenloze lichaam dat voor hem lag. Toen merkte Jannes plots twee glinsterende ogen op, die hem vanuit het duister onder de dekens aanstaarden. Gerrit, zei Jannes zacht. Hij keek naar zijn moeder. Ze keek angstig terug. Mam. God heeft ons verlaten. Het was een koude winteravond. De hele dag lang had het grote vlokken gesneeuwd. Willem hoorde zijn voetstappen kraken in de witte sneeuw. De wereld was gehuld in een ijzige stilte. De kou had Willem overvallen. Maar gelukkig waren zijn voeten wel warm.
Hij was al vroeg uit Hannover vertrokken en zijn vader had hem vlak voor vertrek een klein pakketje gegeven. Alsjeblieft, zoon. Deze sokken zijn gemaakt van de Duitse Schwarzkopfschapen. Warme en mooie krijg je ze nergens. Willem had zijn vader een knuffel gegeven. Ik ben trots op jou, zoon. Over een paar maanden ben jij volleerd kledingmaker en mag jij het familiebedrijf overnemen. Zelfs nu zijn gezicht bijna bevroren was, kon Willem een glimlach niet onderdrukken. Van binnen gloeide hij van trots, maar van buiten bevroor hij door de koude winteravond. Hij moest onderdak zoeken, anders zou hij de nacht niet overleven. In de verte zag hij een klein, flikkerend lichtje. Hij hoopte dat daar een plek zou zijn waar hij aan kon kloppen en waar hij kon vragen of hij mocht overnachten. Vast daar. De voordeur zwaaide open. Willem kon geen gezicht onderscheiden. Hij zag enkel een silhouet van een grote man. Excuseert u mij, meneer, maar ik möchte gern... Zou ik alsjeblieft even binnen morgen komen om mij misschien... aufzuwärmen, weil es ist kalt. Der Kau hat mich noch überfallen diese Abend. Und sieht du, es ist noch so ein eigener Delten. Ich bin der Marktkaufmann und ich habe Geld. Ach, Junge, komm rein. Komm rein, lösch einen Kopf warme Tee. Schnell stapte Willem het kleine boerderijtje binnen. De warmte van het haardvuur sloeg hem in zijn gezicht. Lekker warm. Pas nu kwam hij erachter hoe koud hij het daadwerkelijk had. Ga maar zitten bij het vuur. Ah, dank u wel. Arne, zit dan niet zo beteuterd voor je uit te staren en maak wat thee voor meneer. Zo, hallo. Hallo. Willem zag een breekbaar vrouwtje met ingevallen gezicht weifelend opstaan. Dag mevrouw. Dag. Oh. Zo, lekker. Oh, dank u wel. Ja, dat zou mij wel smaken. Ja. Ze deed haar best om te glimlachen. Maar Willem werd daar alleen maar heel ongemakkelijk van. Ja. Zo, dat weer is wel extreem vanavond. Je kunt blijven slapen in onze schuur. Het kost je niks. Wij zijn godvrezende mensen en doen graag iets goeds voor de medemens. Ja. Je hebt geluk... Die nacht klonk er geen gesnurk over het erf van de familie Annink. Willem kon de slaap niet vatten. Het ingevallen gezicht van Arne en haar droevige glimlach die een intens ongeluk leek te verraden, spookte door zijn hoofd. Evenals de naargeestige lach van Klaas. Waarom moest hij plots zo lachen? Wat ook niet hielp om in slaap te komen, was de volle maan. Die door de kieren tussen de planken waar de schuur van was gemaakt heen scheen. De wind was onrustig. De bomen konden even minder slaap vatten en ze leken onderling te fluisteren. De nachtdieren leken meer lawaai te maken dan anders. Alsof ze elkaar waarschuwden voor een naderend onheil. Voor een duistere schaduw die elk ander kwaad teniet deed. Willem zag hoe de deur van de schuur langzaam, heel langzaam openging. Het maanlicht sijpelde langs de deur naar binnen. Evenals de schaduw van wat meer en meer ging lijken op een grote man die iets in zijn hand hield. Willem kon het niet helpen. Hij begon steeds sneller te ademen. Zijn hart klopte in zijn keel. Hij wilde vragen wie daar was, of hij misschien van dienst kon zijn, maar dan stokte zijn adem. Hij was van angst verstijfd. Ik hoor dat je wakker bent. En ik had je het liefst niks laten merken, echt waar. Ik mocht je wel. Sluit je ogen. Verzet je nou maar niet. Het is zo voorbij. Heel
fijn was het. Goed hoor, ja. Goed dat u er was. Fijne zondag nog. Fijne zondag nog. Dag, dag, dag. Dag van de sloot. Ja hoor. Absoluut een uitstekende dienst. Dank u wel voor het komen. Mijn heer? Hè? Hallo. Oh, hallo. Mijn heer? Mag ik u vielleicht iets vragen? Ja. Heeft u mijn zoon gezien? Blonde haar, blauwe ogen. Hij is vermist. Ik vermoed dat hij hier moet zijn geweest. Vermist, zegt u? Ja, hij is uit Hannover vertrokken om onze wollen te verkopen op de wintermarkt. Maar hij is nooit teruggekeerd. Heeft u hem misschien gezien? Ik ben bang dat hij een ongeluk heeft gehad of vielleicht wel erger. De dominee keek schichtig om zich heen en nam de oude man even terzijde. Meneer, dit is gevaarlijke praat in deze streken. Ik zou, als ik u was, voorzichtig zijn met wat u rondpas uit. De stem van de dominee stokte. Want op dat ogenblik stapte de familie Annink naar buiten. Jannes, met rechte schouders voorop, gevolgd door Arne en Gerrit, die er ongelukkig uitzagen. Als laatste van de reeks stapte Klaas naar buiten. Hij zette zijn hoed op, knikte naar de dominee en liep achter zijn gezin aan. Het hoofd van de dominee was inmiddels wit geworden. Zo wit als de sneeuw waar de schoenen van Klaas knisperend doorheen liepen. De oude man zag de schoenen van Klaas. Zag de sokken die Klaas aan had. Herkende de sokken. Hij herkende de sokken die hij met zijn eigen handen had gemaakt. Hij wees naar Klaas en keek naar de dominee. Hij, dat zijn de sokken van mijn zoon? De dominee sloeg snel de arm van de oude man naar beneden. Sst, niet wijzen. Weet u zeker dat dat de sokken van uw zoon zijn? Nou, klaar. Ik heb die zelfs gebruikt met een uniek patroon. Dit moeten de sokken van Willem zijn. Goed, 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 goed. Luister. Die meneer daar, dat is Klaas Annink. Hij wordt al geruime tijd verdacht van moord en diefstal, maar er was nooit genoeg bewijs. Dit zou de doorbraak kunnen zijn die we nodig hebben. Dit is het plan. Arne schrok op van haar borduurwerkje en keek Klaas bezorgd aan. Doe toch eens rustig, Aantje. Maak je toch niet zo druk. Alsjeblieft, pap. Jannes gaf zijn vader de hakbijl, maar zijn vader schudde van nee. Vandaag zou er niemand sterven. Ja, ja, ik kom al. Vermoeid trok Klaas de voordeur open. En opeens gebeurde er heel veel tegelijk. Klaas werd op de grond geworpen en wel 5 bosjagers doken op hem neer. Jannes probeerde ondertussen wat bosjagers weg te slaan met de bijl, maar werd al vlug uitgeschakeld. Arne werd met stoel en borduurwerkje opgelicht en naar buiten gedragen. Alleen kleine Gerrit werd met geen vinger aangeraakt. Met open mond keek hij naar de chaos die zich voor zijn wijd open gesperde ogen voltrok. Toen zijn hele familie was opgepakt, kwam de dominee binnengelopen. Och, och, arme jongen toch. Nou goed, kom maar met mij mee, mijn zoon. Volg mij maar. De bosjagers, stuk voor stuk stoere en sterke kerels, namen de 3 misdadigers mee naar de kerkers, om ze daar op te sluiten tussen de ratten. En nu begon het grote ondervragen. Nu moet je weten dat ondervragingstechnieken in de 18e eeuw nogal gruwelijk waren. Zeg op! Wat heb je met die jongen gedaan? Wat heb jij met die jongen gedaan? Heb je dan geen geweten? Zijn vader maakt zich zorgen. We weten dat hij bij jou is geweest. Oké, blijf jij maar zwijgen als het graf. Goed. Luister, Gerrit. Als jij ons vertelt wat er bij jullie thuis allemaal gebeurd is, dan kunnen wij je misschien helpen. Ik weet niks. Ik zweer het. Nou, volgens mij weet je wel meer dan je nu zegt. Je bent toch een slimme jongen? Ik moest altijd de vloer schrobben. Bloed wegboenen. Oh, bloed wegboenen? Ja? Soms leek het wel alsof er een koe was geslacht. En wat moest je nog meer doen? Bloed van kleding afwassen. Bloedspetters en stukjes hersen. Maar dat was alleen als ze niks door hadden. Dan zaten ze stil. En dan was het slaan makkelijker.
als ze wel wat door hadden, dan moest Janne ze vasthouden, zodat ze stil zaten. Oh, en wie waren dat dan die stil moesten blijven zitten? Heel veel verschillende mensen. Vooral mensen met geld. En zaten er ook mensen uit het buitenland bij? Bijvoorbeeld een handelsreiziger uit Duitsland, misschien Hannover, ik zeg ook maar wat hoor. Ja. Papa, die heeft zijn sokken aan. En mama heeft al zijn wol gebruikt voor nieuwe truien en sjaals, wanten, mutsen. Nieuws van het Duitsfront, Klaaskop. Je zoon heeft bekend. Je bent er gloeiend bij. Leugenaars. Jannes zou het nooit bekennen. Er valt ook niks te bekennen. Jannes? Wij hebben het hier niet over Jannes. Wij hebben het over Gerrit. Huh? Gerrit, je andere zoon. Je kent hem denk ik wel. Gerrit. Kleine Gerrit. Gerrit is zo dom als het achtereind van een varken. Ik hou mijn mond. En zijn mond houden, dat deed Klaas. Hij werd vastgeketend op een zogeheten dwangstoel. Hij zat 114 dagen op deze stoel, terwijl de spijkers langzaam begonnen te roesten in zijn vlees. Maar hij deed zijn mond niet open. Hij bekende niet. Klaas, Arne en Jannes werden in september 1775 in Oldenzaal op een vreselijke manier ter dood gebracht. Arne werd gewurgd aan de wurgpaal, terwijl Klaas en Jannes werden geradbraakt, waarbij al hun botten werden gebroken. Uiteindelijk werden hun schedels ingeslagen met de bijl waarmee ze zelf zoveel moorden hadden gepleegd. De voltrekking van de doodstraf vond in die tijd plaats op het galgenveld van Oldenzaal, buiten de stadspoort. Executies werden in het openbaar uitgevoerd en vaak onder grote publieke belangstelling. Maar nou vrouw, maar daar toch maar even hard op af. Wat pikken wij dat hier in Twente? Pikken wij dat hier in Twente? Pikken wij dat? Dat gaat ook niet. Wat ligt tussen Dinkel en regen en laat ons mooie en nederige Twente. Het laat van het werk en het laat van natuur. Wie priest daarom steun. Van de bloeddorstige menigte verwijderd, afgezonderd en alleen, stond kleine Gerrit. Hij keek uit over het gruwelijke tafereel en zag hoe de levenloze lichamen van zijn ouders en zijn broer werden weggesleept. Het schouwspel was nu ten einde. Hij voelde zich verdoofd. Hij was nog maar een kind, maar het was nu al tijd om volwassen te worden. Wat zou er met hem gebeuren? Wat had de toekomst voor hem weggelegd? Plotseling moest Gerrit denken aan de rijke koopman die zoveel jaar geleden bij hun had aangeklopt, vragend om een slaapplek. Hij zag de kleurrijke klederdracht weer voor zich, de sierlijke gebaren, de zelfverzekerde blik en de fonkelende gouden ring
met de kleine groene edelsteentjes. Maar dit keer voelde Gerrit niet de bewondering die hij destijds zo sterk had ervaren. Hij besefte nu pas hoe zijn vader zich toen gevoeld moest hebben. Was Gerrit in die tijd maar iets ouder geweest en iets wijzer, dan had hij zijn vader misschien iets kunnen bieden wat werkelijk waardevol was. Dan had hij zijn vader wellicht troost kunnen bieden, kracht kunnen geven en zelfvertrouwen, hoop. Had hij dan een gelukkig einde kunnen brengen aan de geschiedenis van Hutteklaas?